Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie veel producten zien van september en oktober. Ik moet ook heel eerlijk zijn, er zitten ook een paar producten bij die ik al eerder heb gereviewd. Dus die niet van september en oktober zijn, maar die van een paar maanden eerder waren. En hoe komt dat? Ik heb de afgelopen maanden weer heel veel producten getest, maar er zat niet heel veel bij wat ik niet zo fijn vond. Ik had soms maar één product per maand, soms wel helemaal niks. Vandaar dat deze video's ook een tijdje niet op mijn kanaal zijn verschenen. Omdat ik gewoon het eigenlijk heel onnodig vond om voor twee producten een hele video op te nemen. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om de producten wat op te sparen. Dus dit is voor nu even wat erin zit. Ik heb hier nog twee losse producten, dus het is nog niet superveel. Maar ja, ik vind dit voor dit aantal producten vind ik het wel de moeite waard om een video op te nemen. Dus dat was even de korte uitleg. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik niet fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Ik begin met een highlighter. Deze komt uit een trendeditie van Essence, namelijk de Pac-Man collectie. Als je mijn favoriete video's al vaker hebt gezien, dan heb je vorige maand kunnen zien dat ik daar een heel aantal producten van had getest die ik wel fijn vond. Maar er zat één product bij die ik dus niet fijn vond en dat is de Baked Highlighter. Ik had deze in twee kleuren en dit is de 01 Game Over. Nou, de verpakking is super leuk. Daar heb ik verder niks op aan te merken. Daar word ik ook heel vrolijk van. Zoals je kan zien is hij mooi baked, want hij heeft een bolling. Maar de kleur, die vond ik te heftig. Het is echt een hele intens gouden kleur. Ik ben zelf toch wat meer fan van de wat koelere kleuren. En deze, die zag je gewoon zo gelig goudachtig op je gezicht zitten, dat ik hem niet mooi vond om heel erg te combineren. Ik ben zelf iemand die draagt ook vaak warme ooglooks, dus dan vind ik het zelf mooi om er een koelere highlight bij te gebruiken. Deze was gewoon te warm en te goud. Ik dacht nee, ik voel me hier niet heel comfortabel bij als ik dit draag. Dus vandaar dat deze highlighter gewoon, ja, de kleur vond ik gewoon niet mooi genoeg om te dragen voor mijn gezicht. Dan heb ik de Glow Illusion Loose Powder van Catrice. Dat is deze. Zit in een doosje met een witte dop. En dit is een Translucent Radiance Poeder. En hij is gekleurd. Nou, ik zal het doosje even opendraaien. Ik ga hem niet te schuin houden, want dan gaat alles eruit lopen. Kijk, zo ziet het eruit. Ik heb nu het plakketje eroverheen gedaan, want als je dit in je stash gaat steken, dan gaat alles uit het doosje. Hier zitten hele kleine gaatjes in. Nou, de bedoeling is dus dat je die poeder uit die gaatjes gaat krijgen. Dus wat ik deed is, ik zette hem zo neer en ik tikte wat in mijn dop. Er kwam zo weinig poeder uit deze gaatjes, dat het gewoon eigenlijk niet te doen was om aan te brengen. Je kon blijven tikken, het kwam er gewoon bijna niet uit. Ik weet dat er een heel aantal mensen zijn die halen gewoon dit bovenkantje ervan af. En gaan het dan aanbrengen. Maar het probleem is dan weer dat je poeder weer overal heen gaat. En waar jij je producten opruimt, je hele stash vol poeder komt te zitten. Ik vind gewoon die verpakkingen heel erg onhandig. En daardoor heb ik de poeder gewoon niet duidelijk genoeg kunnen testen. Omdat ik het er gewoon bijna niet uit kreeg. Dus daarom vond ik deze poeder gewoon geen succes. Dan heb ik een Illuminating Fixing Spray van Essence. En dit is de Glow To Go Fixing Spray. Nou, dit is een spray. Die geef je een gloed, jongens. Nou, ik vond het gewoon echt niet mooi. Het zit gewoon in zo'n flaconnetje. De spray, ja, het gaatje waar de spray uitkomt is verder prima. Maar het zag er zo niet uit. Ik kreeg echt een hele lelijke gloed over mijn gezicht en toen ik deze fixing spray had gebruikt. Ik vond het gewoon echt beschaamd. Ik heb hem gewoon geprobeerd een beetje in te blenden en nog zag je die gloed. Ik vind de glow die hier afkomt, vind ik echt vreselijk. Ik vind fixing spray heel fijn, maar voor mij is het toch wel echt een matte of een eentje die gewoon hydrateert, maar niet met een glow erin. Want dit was echt
niet om aan te zien. Ik had overal hele, nadat ik het had aangebracht, kreeg ik overal hele witte vlekken in mijn make-up. En dit was zo lelijk, dat ik dacht, nee, dit vind ik echt geen aanrader. Dus de Glow To Go Illuminating Setting Spray, die vond ik totaal niet fijn. Gewoon omdat die zo'n vreselijke witte laag achterliet op mijn gezicht. Dan heb ik dit palette en dit is van het merk Quintissi exclusief. Dit is George's Face Collection nummer 977 palette. De palette van de Action. Het is een 5 color contour en highlight palette. En zo ziet het eruit. Ik was over de swatches in eerste instantie super tevreden. Die zagen er heel goed uit. Alleen toen ging ik de producten aanbrengen op mijn gezicht. En je zag het gewoon bijna niet. Het pigment op mijn gezicht kwam niet tot uiting. En je kon de kleuren ook niet opbouwen. Want je kon er zo vaak overheen gaan als je wil. Het bleef licht. Ja, dat vond ik toch wel heel erg jammer. Helemaal omdat er echt wel een paar donkere kleuren in zitten. Je hebt 3 poeders en 2 mooie highlighters. Maar ja, die highlighters die gingen op zich nog wel. Maar het zijn vooral die bronzers die gewoon niet op te bouwen zijn. Dat vond ik heel erg jammer. Vandaar dat hij toch bij de niet fijne bij de velproducten is beland. Omdat ik echt dacht van ja, ik kan hier gewoon niet zoveel mee. Want als ik gewoon zo'n paletten gebruik, wil ik gewoon dat alle producten even fijn zijn. En dat was gewoon helaas niet zo. Dus dat viel me heel erg tegen. Normaal ben ik best wel enthousiast over dit soort paletten. Maar deze nee, was het voor mij niet helaas. Dan heb ik deze highlighter. Dit is de Glow Like a Mermaid highlighter van Essence. En ik heb deze al eerder gereviewd. En deze had andere kleuren. Hij heeft ook dezelfde naam. Het is nog steeds de Team Forever Mermaid. Maar als ik deze vergeleek met die andere, heeft deze gewoon wat andere kleuren. Die andere had meer roze en zo. En dat heeft deze niet. Het is meer blauw, geel en paars. Alleen, je zag gewoon niet dat er een mooie glow van afkwam. Je zag hem gewoon bijna niet terug. Als ik hem dan vergeleek met de andere variant die ik heb, die was gewoon echt een stuk mooier. Maar ik vond het pigment van deze highlighter was gewoon heel erg slecht. En ja, dan kan hij er heel erg leuk uitzien. Want kijk, die schubbetjes zijn hartstikke leuk. Maar ja, als er geen pigment van afkomt, houdt het toch al wel een beetje snel op. Dat vond ik wel jammer. Maar ja, ik denk niet dat dit een hele goede set is geweest van Essence om hem qua kleur te veranderen. Omdat die andere gewoon echt veel beter was qua pigment. En die kleuren zag je gewoon beter. Dan heb ik een nagellakje van Catrice uit de Iconail Gel Lakkerlijn. Ik heb hem in de kleur 85 Every Sparkle Happens for a Reason. Het is dit kleurtje. Deze heeft Acai Olie. En hier zit gewoon een dubbele dop op. En dit is dan zeg maar het kwastje. Hij neigt een beetje naar nude tinten. En nude tinten kunnen heel mooi zijn. Alleen ik had zelf een beetje een ander kleurtje verwacht. Catrice belooft bij deze nagellakjes dat ze 7 dagen blijven zitten zonder een base of topcoat. Nou, ik heb het wel met een base of topcoat gebruikt en ik had na 2 dagen al chips. Terwijl ik ook wel eens andere kleuren heb geprobeerd en die waren gewoon beter. En de dekking vond ik ook niet optimaal, want zelfs bij 2 laagjes zag ik nog lichte plekken door mijn nagels. 2 laagjes is bij mij vaak wel de max. Want ik denk hoe meer laagjes ik aanbreng, dat ik gewoon echt, ja, op een gegeven moment zo'n plakkaat nagellak op je nagel op zitten. Dat moet je ook niet willen. En nee, het viel me gewoon tegen. Gewoon omdat hij heel snel chipte en dat de kleur eigenlijk niet optimaal was. Dus dit kleurtje viel voor mij toch gewoon heel erg tegen, helaas. Dan heb ik een liquid highlighter van Essence. Deze komt uit de hashtag InstaPerfect collectie. Dat is deze. Is een flaconnetje. Dit is de kleur 20 hashtag Rose Forever. Het is weer een hele warme kleur. Zo ziet het eruit. Het is al een beetje lastig om dit aan te brengen. Omdat hij gewoon een rond bovenkantje heeft. Maar ik vond dat deze kleur heel erg vlekte bij het aanbrengen. Je kon hem gewoon niet zo mooi uitblenden. Ik heb hem in 2 kleuren getest. En hij was ook in een lichte kleur. Die vond ik wel heel mooi. Maar deze was gewoon wederom toch weer te warm. Ja, hij vlekt gewoon te veel. Ik vond hem gewoon net wat te heftig.
Dus ja, dat is best wel jammer. Want op zich zijn het wel fijne highlighters. Als ik die andere vergelijk, je zag hem heel mooi terug. Ook door mijn, nadat ik mijn poeder had aangebracht. Maar ja, deze kleur die was het voor mij toch net niet. Vooral omdat hij gewoon, ja, toch heel vlekkerig is, te warm. Ja, hij is gewoon net iets te goud en te donker. Dus ja, dat was heel jammer. Maar deze kleur die was het voor mij gewoon niet. Dan heb ik nog 3 producten uit de Limited Edition Sunglow van Catrice. Ik zal even beginnen met de bronzing powders. Ik had 2 kleuren. Ik heb allereerst hier de C02 Luminous Bronze. En dit is de Contouring Tint C01. Nou, laat ik beginnen met kleurtje 1. Dat lijkt me wel zo handig. Dit is de, het product. Er zit nu nog een dingetje op. Er staat heel mooi contouring in. Ik vind de verpakking op zich mooi vormgegeven. Hij is wel van karton, dus niet super stevig, maar oké. Pigment zag er heel goed uit. Dat was bij beide producten zo, bij beide bronzing powders. Kijk, ik zal ze even naast elkaar houden. Dan zie je ook duidelijk verschil dat de een wat lichter is dan de ander. Maar goed, op mijn gezicht zag ik gewoon helemaal niks terug van die bronzing powders. Ook wederom weer het geval, niet op te bouwen. Je kon het aanbrengen. Je zag het gewoon niet. Het was gewoon te licht. Ja, en ik ben iemand, ik hou gewoon van een donkere contouring die je gewoon lekker kan blenden. Waar je gewoon echt lekker mee kan uitleven. En dat kon met deze allebei niet. Ik wil deze kleur nog even wat beter laten zien. Want dit voor deze geldt eigenlijk precies hetzelfde verhaaltje wat ik net heb verteld. Hier zit wel meer een glans in trouwens ook, want hier zit ook lumineus in. En die andere, dat was eigenlijk echt contouring. Maar nee, ze zijn gewoon niet goed op te bouwen. En dat is gewoon heel erg jammer. Want het is gewoon heel belangrijk dat je een bronzer ziet. Dus deze bronzing powders, die waren sowieso gedoemd te mislukken. En hetzelfde geldt eigenlijk precies voor de Face & Body Highlighter. Deze heeft de naam C01 Sunkissed Glow. Nou, het is een wat grotere verpakking als deze. Want legjes op elkaar zie je wel degelijk het verschil. Dus de pen is ook wat groter bij deze. Alleen, kijk, het ziet er prachtig uit. Maar je ziet er niks van terug. En dat had ik gewoon echt niet verwacht. Want hij zag er echt heel erg mooi glanzend uit als ik hem zo zie. Ik denk echt, ja, hij is wat poederig. Dat is vaak een goed teken. Maar het pigment ontbreekt gewoon heel erg bij alle 3 deze producten. En dat is gewoon heel erg jammer. Want het hadden echt hele mooie producten kunnen zijn. Maar helaas. En dan ben ik toe aan het laatste product. En dit is wederom een highlighter. Deze komt uit de trend editie van Essence Berry On. Dus deze highlighter, dit is de 01 Berry On My Mind, is een beetje roze. Kijk, ziet er super leuk uit. Er staan kerstjes in, er staat ook in My Cherry qua tekst. Maar het pigment, wederom, viel heel erg tegen. Met zwartje vond ik hem prachtig, maar op mijn gezicht zag je hem gewoon niet terug. Als ik hem vergelijk met de andere, want ik heb er 2 kleuren van getest, was die gewoon echt veel beter. Had een hele mooie glans en dat miste deze gewoon heel erg. Ik zag hem gewoon niet terug op mijn gezicht. Ja, dat vond ik gewoon super jammer, want ik vind hem echt heel erg leuk te uitzien verder. Nee, hij ruikt niet naar fruit of zo. Maar ja, de verpakking is ook hartstikke leuk. Maar het product zelf kwam gewoon niet mooi tot zijn recht. En dat vond ik heel erg jammer. Maar ja, helaas. Ja, pigment is toch wel een heel erg belangrijk ding bij make-up. En als je dat eigenlijk al niet hebt, dan kun je er niet heel veel mee aan. Dan waren dit mijn felproducten van september en oktober. En oké, een paar die al wat eerder in het mandje waren beland. En wat mij gelijk opviel is dat ik zoveel highlighters had. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, het is voor mij vaak ook weer een beetje een verrassing wat erin zit. Omdat ik nu al een tijdje niet in het mandje had gekeken. Dus ik verzamel de producten die ik niet fijn vind, die belanden in het mandje. En dan normaal gesproken aan het einde van de maand kijk ik van, joh, hè, hoeveel heb ik? Is het genoeg voor een video? En dan ga ik de producten weer even opnieuw met jullie doornemen. Maar ik had wel heel veel highlighters. Dat viel me gelijk op. Maar ja, goed. Het is niet anders. Ik vind het toch wel belangrijk om ook de producten die ik niet fijn vind met jullie te delen. Omdat ik daar toch zo eerlijk mogelijk over wil zijn.
Ik vind het belangrijk om producten aan te prijzen die ik heel prettig vind, maar ook de producten die ik niet prettig vind. Want ja, stel je voor, je bent zelf heel erg benieuwd naar een product en ja, misschien behoed ik je voor een fout om hem dan te kunnen kopen. Ja, en ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, het is natuurlijk altijd een persoonlijke mening. Want wat ik niet fijn kan vinden, kan iemand anders natuurlijk heel fijn vinden. Dus het is altijd een beetje een dingetje. Maar ik vind het toch belangrijk om deze video's te blijven maken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je misschien zelf een van deze producten hebt getest die ik heb laten zien. Of jij misschien daar een hele andere mening over had. Laat het zeker even achter bij de comments mocht je dat willen delen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het toch een beetje leuk vond om te zien. Als je nieuw bent op mijn kanaal kun je gratis abonneren. Dit kan door middel van het rondje op mijn gezicht aan te klikken die aan het einde verschijnt van deze video. Of op mijn kanaal zelf. En als je dan ook even op het belletje drukt krijg je een mail zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe even je duimpje omhoog. Zou ik heel leuk vinden. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!